ik ben altijd Melvin, de beste in zijn eigen soort. Kijk je dit filmpje, dan doe snel mijn Discord. Discord donderdag heet deze video waarin ik reageer op jullie. Sowieso. Klik op de invite hier beneden en stuur het in net zoals anderen deden. Misschien reageer ik er dan wel op en nacht. Dit is gewoon een nieuwe Discord donderdag. Yo, Melvin! En welkom terug bij inderdaad een nieuwe Discord donderdag. Jawel, dit is gewoon de serie van heel YouTube Nederland, heel de wereld en het hele universum. Wij gaan namelijk weer kijken naar video's die jullie hebben ingezonden op mijn prachtige Discord kanaal. Maar voordat we naar de allereerste video gaan, moet er nog wel even iets gebeuren. Zo, en nu de eerste video. Goedemorgen, klapspel. Klap, klap. Ik heb geen idee wat ik moet verwachten. Wat de heck? Ho! Ik dacht even, we gaan iets van een kinderanimatievideo krijgen, weet je. Zijn het volwassenen die hier met z'n allen een liedje staan te spelen voor kinderen tussen de 3 en 12 jaar? Voor mij mis ik hier echt iets. Waarom zijn het niet kinderen? Is het niet gewoon een vrolijke kindervideo? We zijn het volwassenen. Oh mijn god. Wow! Nou, dan gaan ze weer. Zo! Dat was het ook. Nou, top! Wat een geweldige eerste video. Heerlijk, geen idee. Dat is een goed begin van de Discord donderdag. Waarom heeft het bijna 9000 weergaven? Dit is Henk de Steen. Cue de emotionele muziek. Dit is Henk. Henk is een steen. En Henk heeft ook niet Barry Baksteen. Het leven als Barry Baksteen is niet. Het probleem is dat ik niet wist wat ik verwachtte en ik zei van... Yo, doe wat zielige muziek. Henk heeft nog een vriend, Tim Tennisbal. Maar het leven als tennisbal is al helemaal niet makkelijk. Auw! Auw! Stop daar eens mee! Auw! Oh my god. En Henk heeft zelf ook helemaal nog geen chille baan gevonden. Ook gewoon een baan. Behalve deze. Okay. Henk heeft een betere baan gevonden. Hij is voortaan archeoloog. Wat? Maar het leven als archeoloog is niet makkelijk. Haha, ik heb hem gevangen. Ik laat hem alleen vrij als jullie liken. En abonneren op Best Nerf Gamer. Later. Doei. Ik heb geen idee wat hier gebeurde. Dit was echt waar een groot, onsamenhangend, stom verhaal. Met wat elementen hier en daar vandaan gepakt. Dit was echt gewoon stom. En het heeft 9000 weergaven. Begrijp jij het? Nee, ik ook niet. Dit, Ja, ik heb geen idee. Beste 5 seconden in mijn hele leven. Serieus. De titel is gewoon... Hij laat ijs zien, hij gooit het ijs... Ja, top! Dit is echt geweldig. Hier geniet ik van. Hier... Leef ik voor. Dankjewel. Herkennen jullie dit jongetje nog? 2 Discord donderdags geleden hadden wij een heel gek jongetje in de aflevering. En nu sturen jullie er vandaag weer een. Ja, we gaan hem bekijken. 3,1 GB hebben we vrij. Ja, we hebben er zoveel vrij. Dat is heel veel. Ja, we vieren heel erg feest. Want we hebben 3,1 GB vrij. Ja, we... Hebben 3,1. Laat even zeggen wat dat jongetje op de achtergrond doet. Die staat er al
mij. Wat de heck? Dat is een broertje of zo. Oh ja, trouwens. Deze eigenaar van de video. Die heeft een reactie gedaan. Op dat ik ging reageren op zijn upgrade video. En het schijnt dus dat dit gewoon echt heel oud is. Dat hij echt gewoon al in de puberteit zit. En dat dit echt gewoon hele oude video's van hem zijn. Ik vind dat grappig. We gaan hem nog even afkijken. We hebben 3,1 GB vrij. Vriends mee feesten. Nu. Oh mijn god. Ja, ja. We hebben 3,1 GB. Ook dat het jongetje toch nog mee mag doen. Dat vind ik leuk. Ja, weet je. Ik dacht even. Er gebeurt helemaal niks mee. Maar hij komt er toch in. We hebben 100 gigabytes. Ik bedoel 3,1. Maar wat? Hoe is dat? Waarom wordt hij nog op het einde geslagen? Tom. Wat heerlijk! Dat je gewoon zo wordt geslagen met een knuffel in een video. Dat kan niet iedereen zeggen. Ik vind het gewoon echt heerlijk hoe hij deze video's nog op zijn kanaal heeft staan. Terwijl hij gewoon echt compleet veranderd is. Dit is hij nu, hè. Ik zweer je. Hij is zo erg veranderd. Hij ging namelijk op mijn video reageren. En hij was echt gewoon de puberteit. Gewoon woep, echt. Ik vind het grappig. De shout-out naar VRBVK. Wat een topgozertje. Deze video heet How to Jumpscare a Blind Person. Hij zet die... Ja, ik weet ook een video dat is. Wat de heck? Hij print iets uit, doet het in... Dit kan ook eigenlijk niet, hè. Hier kunnen we eigenlijk geen grapjes over maken. Maar ja, toch lach ik erom. Leuk, breien en dan jumpscare en dan... AO9, Appie Stacks. Ik ben er zo benieuwd. Jong shit, Sander, man. Chinatown Warrior. Wat de heck. Op mijn pols zit een dikke Rolex. Ja, die is betaald met mijn Appie Stacks. Sorry, kan niet horen door mijn AirPods. Tijdens Appie strijden ben ik net een robot. Ren een Appie voor de chaps, alleen eten in mijn tas. Laagste cijfers van de klas, pull up in de Gucci jas. Ga niet werken in... Wat, dit is fucking grappig. Even serieus. Dit is voor mij echt geweldig. Komt-ie. En mijn stacks zijn al team. Hij ook in dat... Appie Stacks. Appie Stacks. Appie Stacks. Ben ik para voor die cash. Dit is gewoon echt goed. Dit is gewoon echt kwaliteit. Dit is chapeau, wel de heck. Dit is echt goed. Mijn leven draait om saaf. Ik werk dus als een slaaf. Dan alle schappen vol. Ik heb geen tijd voor school. Er zitten voor mij zoveel kernen van waarheid in dit nummer. Dat je bij die Albert Heijn werkt als slaaf. En je doet maar de opdrachten en zo. En je krijgt er een beetje geld voor. En dan heb je gewoon geen tijd meer voor school. Ja, het klopt allemaal volgens mij wel redelijk. Heb een doezel in mijn zak. Zit een doezel op mijn pas. Zit een chillen eerste klas. Ben een man. Zo! Moet nu werken dan te dom. Ga nu stekken, werk me krom. Ga genieten van de zon. Zolder zit nu op een ton. Wat? Appie. Snacks. Appie. Wat? Ja, deze is goed. Deze is echt goed. Appie Stacks. Appie Stacks. Appie Stacks. Wie heeft het gemaakt, joh? Ja, ik gooi hem er maar even gelijk in. Dit is namelijk echt wel een Discord donderdag topper. Zo, ja, even serieus. Ik geef hem gewoon gelijk weg. Ik vind dit echt een hele leuke parodie. Ik weet niet. Het heeft wat. Het is een lekkere beat. De videoclip is al prima in elkaar gepleurd. Ja, kom op. Hoeveel weergave had dit? 16.000. Oh, het is wel 28 juni geüpload. Oké. Ik netjes. Shoutout naar de grappies die dit nummer hebben gemaakt, hoor. Even serieus. Dit was echt gewoon geweldig. Top. Leuk. Ik heb hier echt van genoten. Appie Stacks. Appie What the fuck? Hallo allemaal, ik ben de coolste opa ooit. De gangster opa? Ik ga nu proberen rollerskaten met mijn rollator. Wat? Je zou je opa maar zo ver krijgen. Wat een topvent. Wat een heerlijke geopa heb je dan. Kijk hem! Wat een topgo!
gozer. Ik ben de vrouw van de coolste opa ooit. Doei doei! Holy damn, wat een gozer! Wat een gouden vent is dat, joh! Als dat je opa is, wees blij met je opa! Van die opa moet je gewoon ook genieten. Heerlijk dat hij meedoet aan zo'n gek filmpje. Hij kent waarschijnlijk dat hele internet niet, weet niet eens waar het voor is. En dan ziet hij zijn eigen filmpje terug en denkt van, wat fucking grappig, dat ben ik. Ik hoop in ieder geval dat jullie genoten hebben van de Appie Stacks. En gewoon van alle andere video's. Druk op dat blauwe duimpje omhoog, klik hiernaast of anders. Abonneer, reageer, koop een merchandise, druk op het belletje. Doe het allemaal, dan ben je heel erg lief. En dan heb ik nog maar één tegen jullie. En dat is, doei mensen!